We zijn vandaag in de Hanzewijk in Kampen. We zijn uitgenodigd bij een Turks-Islamitisch gezin. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een bepaald gevoel als ik in de Hanzewijk ben. Want ik ben namelijk hier opgegroeid. Het is behoorlijk plat gegooid en nieuwe gebouwen als ik het zo zie. Daar zie ik in de verte nog lege plekken. Ja, ik moet even 20 à 30 jaar terug. Want ik ben hier best wel. Ik heb hier mooie tijden gehad, moet ik zeggen. Wij zijn uitgenodigd bij Sevelo Öztürk. Dat is een islamitisch gezin. En het is vandaag suikerfeest. Gisteren heeft u Karin gezien, mijn collega, die een interview heeft gehad met Sandra. En Sandra, die ga ik vandaag ook ontmoeten. Die ga ik vandaag ook ontmoeten. Bij Sevelo in de woning. En als het goed is, is het druk daarbinnen. Dus ik ben benieuwd hoe we opgevangen worden. Ik denk dat het hartstikke gezellig gaat worden. Ik vind het ook bijzonder om Sandra te ontmoeten, eerlijk gezegd. Want het is een Nederlandse vrouw, zoals jullie gisteren hebben gezien. En Sandra heeft later gekozen voor de islam. En op zich is dat niet zo bijzonder, hè, dat mensen een andere geloofsovertuiging gaan nahouden. Sandra is ook nog bijzonder. Die gaat ook nog op een bepaalde manier gaan kleden. Ze draagt een hoofddoek. En dat vind ik wel bijzonder. Dat vind ik wel in deze tijd vind ik dat wel knap, eerlijk gezegd. Dus ik vind het leuk. Ik zou zeggen, kom mee. We gaan naar binnen. Nou, meneer Öztürk, bedankt voor de uitnodiging en leuk dat we hier mogen zijn. Heel bedankt. En een fijne suikerfeest, zou ik zeggen. Een bijzondere dag voor u. Ja, ook gefeliciteerd met je suikerfeest. Dank u wel. Ik zal maar zeggen, we hebben heel wat te eten. Gaan we zeker doen, dank u wel. Hey Sandra, ik vind het heel bijzonder om jou te ontmoeten. We hebben gisteren een gesprek, of in ieder geval mijn collega Karin heeft je al gesproken, hè, gisteren. Hoe vond je dat? Dat vond ik erg leuk, ja. Ja, je had het nog erover dat je wat gespannen was. Nou, dat snap ik wel als je in één keer zo'n microfoon onder je neus hebt. Dat doe je ook niet dagelijks. Maar volgens mij ging het hartstikke goed. Ja, ik vond zelf dat het ook goed ging. Ik vind het altijd bijzonder, hè, dat mensen een ander geloof nahouden. Of dat ze in één keer stoppen met het beleiden van hun eigen geloof. Dat is op zich niet zo bijzonder in deze tijd. Maar wat ik persoonlijk wel bijzonder vind, is dat gewoon een autochtone Nederlandse vrouw. Ik kies voor de islam en ook nog een bepaalde kledingdracht op nahoudt. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Toenertijd was ik dus christen. En toen heb ik de stap genomen om de islam aan te nemen. Het had ook heel erg te maken met de media. Dat was allemaal heel erg negatief. En ook voornamelijk ook de vrouwen. Dat ze onderdrukt werden en uithuwelijken en dat soort dingen. Toen ben ik wel nieuwsgierig geweest daarnaar. Toen heb ik eerst eens even uitgezocht voor mezelf of dat inderdaad ook zo is. Ja. En toen kwam ik dus tot de mooie ontdekking dat het absoluut helemaal niks daarmee te maken heeft. En dat was voor mij wel een eye-opener. Mag ik vragen, hoe kwam je dat tot? Dat is wel bijzonder, hè? Dat is, je noemt best wel moet ik zeggen, gevoelige onderwerpen. En hoe kwam je dan tot de ontdekking dat het niet zo was? Ik bedoel, en waarom eigenlijk, waarom begon je dat te uit te zoeken eigenlijk? Ja, de negatieve media heeft daar wel heel erg in geholpen, zeg maar. Je kreeg toen de tijd dat je op een gegeven moment in Egypte die onrusten. De eerste keer, zeg maar. En toen ging ik wel denken van, ja, hoe kan het dan dat die mensen zo in opstand komen? En waarom is dat dan? En dan kom je erachter dat die mensen gewoon gewoon hun recht van spreken hebben. En dat ze daarop best wel hard bestraft worden, zeg maar. Omdat ze alleen maar voor hun mening en hun geloof uitkomen. Aan de ene kant snap ik dat. Eigenlijk is dat een discussie waar je uren natuurlijk over kan praten. Maar ik snap nog steeds niet hoe je dan de keuze maakt uiteindelijk om moslim te worden. Dat je uiteindelijk bijvoorbeeld erachter komt voor jezelf van, goed, volgens mij is dat niet zo zoals het allemaal verteld wordt. Of het is net anders. Maar dan nog de keuze maken van, ik word moslim. Dat vind ik wel bijzonder. Ja, zoals ik net ook zei, je gaat dingen uitzoeken en voor jezelf uitzoeken waarom dingen zijn. Nou, als christen zijnde heb je bijvoorbeeld dat je Jezus ook aanneemt in je geloof. En ik was toen een weekendje bij een vriendin van mij en haar vriend is Marokkaan. En we waren in gesprek over ons geloof, hij zijn geloof, ik mijn geloof. En daarin vertelde hij mij dat Jezus dus in de islam ook belangrijk is. En dat was voor mij wel even heel bijzonder. En alle profeten en
toen dacht ik, oké, er is wel iets meer. Maar op het moment dat je uiteindelijk dus kiest om moslim te worden, hoe is dat gegaan? Wanneer was dat eigenlijk? Dat was in december 2012. En hoe ging dat? Een moment dat je op een gegeven moment besluit van, ja, ik ga moslim worden. En dan heb je natuurlijk het een en ander uitgezocht. Hoe heb je dat gedaan en waar heb je gedaan? En wanneer was dat op het moment dat je zegt van, ja, nu ga ik het doen? Ja, dat is heel snel gegaan. In oktober daarvoor was ik dus bij die vriendin van mij. En toen ben ik thuis gekomen en maandagochtend ben ik gaan googlen en niet meer uitgegoogeld. En het werd gewoon steeds meer bevestigd. Gewoon alle vragen die ik had, ik kreeg gewoon antwoorden op vragen. En ja, toen op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, dit is het. En welke vragen waren dat? Kan je bijvoorbeeld één vraag nog herinneren? Waar ik van, joh, daar had ik nog geen antwoord op en dat heb ik bij de islam gevonden? In de christendom heb je dus de drie-eenheid en in de islam heb je gewoon dat je getuigt dat er één God is. En dat was voor mij een bevestiging en dat Jezus, die mag je gewoon, die moet je er zelfs bij nemen. Ja, en dus eigenlijk nam je afstand van het christendom, maar eigenlijk ook weer een klein beetje niet in die zin van dat je dus Jezus wel als profeet zag. Ja, ik heb ook niet het gevoel dat ik het christendom toen helemaal afgelegd heb of zo. Het was gewoon, ik hou dezelfde God en Jezus die is erbij. Alleen, ik krijg er een profeet en de Koran erbij. Gewoon dat. Ja, en weet je nog die avond dat je op een gegeven moment dus wel besloot van, ja, dan nu ga ik het doen. En heb je dat aan iemand verteld? Hoe is dat gegaan? Ja, er was een zuster hier uit Kamp, ook een bekeerling. Zij heeft mij daar wel een beetje in begeleid. Zij was daarvoor ook zelf christen, dus we konden ook heel goed samen praten over... Hoe vinden jullie elkaar? Hoe vinden wij elkaar? Via internet, via een forum was dat. Ja. En zij is ook aangemeld bij het landelijke platform Nieuwe Moslims. Dus zij wist wel dat ze dat een beetje aan moest pakken met mij. Nou, samen met haar veel gesprekken gehad ook. En toen uiteindelijk naar de moskee gegaan en de shahada afgelegd. En nou, volgens haar dus naar de moskee. En wat gebeurt er dan? Op dat moment was er een les die gegeven werd in de moskee. Nou, daar ben ik bij geweest. Zusters leer je dan ook even kennen. En na het gebed was er dus tijd voor mijn shahada. Ja. En met wie ben je er naartoe gegaan? Met die bekeerde zuster die ik hier heb leren kennen en nog twee zusters uit Kampen. Ja. Vond je dat spannend? Dat was heel spannend, ja. Kan je uitleggen hoe dat ging, zeg maar? Ja, ik was bang dat de trein die dag niet zou rijden. Ik was gewoon bezig met van, ik moet het vandaag gewoon doen. Nu, ik voel het nu zo en zal je net zien dat er wat tussen komt. Dat die les niet doorgaat. Maar het is allemaal doorgegaan. En de shahada, hoe spreek je dat uit? Wat betekent dat? Ja, je zegt, moet ik het zeggen? Wat betekent de shahada? De shahada betekent dat je getuigt ervan dat er één God is en dat Mohammed zijn profeet is. Oké, okay, en toen je dat zei, wat voelde je toen? Dat is het moment dat je ervoor kiest dat je moslim bent en je loopt dus uit die moskee. Maar waarschijnlijk ben je dan, wat heb je daarna gedaan? Ja, we zijn naar huis gegaan. En het was al laat en zo, dus ik ben naar huis gegaan alleen. Nee, is het wel, alle zusters omhelzen je en begroeten je en feliciteren je. En dat is heel, heel fijn. En dan ga je naar huis. En het was toen al best wel laat, dus ik was alleen thuis. En dan laat je het even tot je komen en dan voel je gewoon rust. Ja. En je kleding dan? Dat is wel gedurfd, vind ik. Wanneer heb je besloten om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen? In december ben ik bekeerd. Ik denk een maandje later dat ik hoofddoek ging dragen. Maar als in het begin nog 's avonds, zeg maar, als het donker was, dan werd ik uitgenodigd bij die zuster. En dan dacht ik, oh, nou kan ik die hoofddoek wel opdoen, want het is nu donker. En toen kreeg je op een gegeven moment dat het zomer werd. Ja, en dan ga je op een gegeven moment wel denken van, ja, dan maakt het ook allemaal niet meer uit. Ik ga het gewoon doen, klaar. Wat was je dan bang voor? Wat was de reden waarom je bijvoorbeeld niet direct aandeed? Of dat moest je eraan wennen? Of
Was je bang voor de omgeving? Ja, toch wel een beetje omgeving. Mensen hebben al snel een vooroordeel. En ja, voorheen hebben ze je altijd gezien als niet-moslim. En ja, dan ga je in één keer de deur uit met hoofddoekje. De buurman heb ik ook wel eens een keer zien kijken van, nou, oké, wat hebben ze nou weer gedaan dan? En dus nadat je de keuze hebt gemaakt, zijn er mensen geweest die daar vragen over stelden? Want ze zagen in één keer een heel andere Sandra natuurlijk. Ja, mijn buurvrouw die is zelf naar mij toegekomen om te vragen of ik moslim was geworden. Nou, zij is zelf christen. En toen hebben we samen gewoon een heel fijn gesprek gehad daarover. Ik ben ook blij dat dat kan. En op mijn werk, je komt binnenstappen en mensen zien wel een hoofddoekje binnenkomen. Wat ze helemaal niet gewend zijn. Dan krijg je ook de nodige vragen. Maar ik vond het wel erg leuk, want het waren geen vervelende discussies. Meer uit interesse toch wel vragen van hoe zit dat. Ja. En hoe is je leven, nou, behalve natuurlijk dat je ander geloof hebt en je kleding anders is. Dat je een hoofddoek om hebt. Je leven verder nog veranderd. Doe je nou dingen anders wat je voorheen deed? Ik heb gewoon veel meer rust in mijn leven. En je bent wel bewust met dingen bezig. Ik ga niet meer uit bijvoorbeeld. Eigenlijk niet zo heel veel. Zijn er nou dingen in de maatschappij anders gaan worden voor jou? Lastiger of juist makkelijker? Er zijn wel dingen die ik wat moeilijker vind. Dus bijvoorbeeld solliciteren, dan merk je wel dat... Laatst ben ik afgewezen om het feit dat ik een hoofddoekje draag. Bij IKEA heb een cliënt bewust afgezegd. Omdat ze niet wou dat er iemand met een hoofddoek kwam poetsen. Vaak maak je telefonisch een afspraak met een of andere instantie. En dan kom je opdagen en dan wacht je in de wachtkamer. En dan zie je dus drie keer die persoon voorbij lopen. En dan ga je zelf maar een seintje geven. Goh, misschien hadden wij een afspraak. En dan zeg je, oh, maar je hebt wel een hele Hollandse naam. Ja, klopt. Dat krijg je dan wel. En dingen die, dat zijn de wat moeilijkere dingen. En makkelijkere dingen is toch wel het wegblijven van dingen die niet goed voor je zijn. Sandra, bedankt voor het gesprek. Ik vond het echt heel interessant. Ik vond het leuk je gesproken te hebben. Ik hoop dat het natuurlijk hetzelfde geldt voor jou. Ja, zeker. Ik vond het leuk om hier aan mee te werken. Ik vond het ook een hele mooie omgeving, eerlijk gezegd. Maar ik weet niet of Fred het kan zien achter die bomen. Mooie stadspoort. Mooi park van Kampen. Bedankt. Leuk. En hoop je nog vaker te spreken. Inshallah.